Dag allemaal, ik ben Jasper Rijpma, docent geschiedenis en grote denkers op het Hyperion Lyceum in Amsterdam. En ik kom wat vertellen tijdens Research Ed over het programma Ontwikkelkracht. Nou, dat programma heb ik samen met collega's van Education Lab en van NRO opgezet. Het is een aanvraag geweest voor het Nationale Groeifonds. Ik ben eigenlijk heel trots en blij om te mogen vertellen dat die aanvraag ook gehonoreerd is, zodat ik zo meteen op Research Ed wat kan vertellen over het programma. Nou, in de kern komt het eigenlijk neer op het hoe kunnen we lerarenteams en schoolleiders door heel Nederland eigenlijk ondersteunen in kennis, dus over wat werkt, over wat wetenschappelijke kennis ons leert over wat werkt in het klaslokaal, met kunde, oftewel verbeterculturen op scholen, en met tijd om ook lerarenteams te faciliteren om aan de slag te kunnen gaan met onderwijsverbetering. Dat zij de regie kunnen voeren over het stelselmatig verbeteren van hun onderwijspraktijk, evidence-based. Nou, dat is het programma dat we willen gaan opzetten en ik zou het erg leuk vinden om daarover met jullie in gesprek te gaan in juni tijdens Research Ed. Hopelijk tot dan!